Marvin, what be ya? Kaya na IMS mo kung may Skechers. Sabag the heck, Apsi. Kain 10 or 15%, masabag Keti Koti sale van 70%. Kom ho, ik ga alvast met die kinderen naar binnen. We moeten onze slag slaan. Hi schat, even luister. Kijk, deze was 2535 en het is voor Lana 780 gulden. Het is een te gekke Keti Koti sale van 70%. Niet 10 of 15, maar 70%. Nee, luister even naar me. Kijk, dit was 2535 en het is verlaagd naar 780, Marvin. We moeten onze slag slaan. Ik heb één nodig voor mijn huis, ik heb één nodig voor mijn erf, ik heb één nodig voor de auto, ik heb één nodig voor de gym. Ja, ik ga gewoon alles nemen. Ga jij naar de herenafdeling en ga even kijken wat je wil. Oké, maar wie gaat ervoor? Ik betaal. Ga dan, ik betaal. Ja, ik betaal. Ja, man. Ja, man. 70% Keti Koti sale. Dat is gewoon te gek. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Eenmaal in Ayesha zei dat ze gaat betalen. Dan moet ik mijn slag slaan. 70% Keti Koti sale. Mooi, ik moet alles kunnen nemen, maar ik moet mijn vriendin dadelijk maar. Voor nu, alles wat ik mooi vind, begin ik te nemen. Dit is een tof woord. Alsjeblieft, mevrouw, kaart niet de saldo erop. Ha, huh? Zo vreemd. Geef niet, ik heb een ander kaart. Alsjeblieft. Het is gelukt. Geweldig! Schat, hey, dankjewel voor die leuke gimpjes dat je voor ons hebt gekocht. Hoor. Graag gedaan! Hey, Skechers heeft echt een goede actie, man. In verband met Keti Koti. 70% korting op schoeisel. Boy, het is echt te gek. Wat? Wat zie ik hier? Ik zie dat er vanuit mijn rekening is ingehouden. Marvin, het geeft niet. Het maar je had gezegd je zou betalen. Nee, we beschoenen dat volgend jaar. Het geeft niet. Het is een actie van 70%. Niet 10 of 15, 70%. Oké? Ja, maar... Het maakt niet uit. We hebben het al. Kijk, het is niet erg. Voor elke auto van heb ik een nieuwe sketchje. We hebben allemaal nieuwe schoenen. It's all good. Ja, chill. Het is niet erg. Nee. Ja? Oké, jullie hebben gelijk. Tenminste, hebben we ze goedkoper gevonden bij Skechers. Ja, in verband met die actie. Precies. Ja, die actie van 70%. Maar je gaat me toch terugbetalen. Dat niet. Ja, dat wel.